Hey, welkom bij een nieuwe video. Iedereen heeft vast wel eens een fout gemaakt in zijn leven, want fouten maken is menselijk. Maar fouten maken gebeurt ook wel eens tijdens de constructie van grote bouwwerken. Vandaag heb ik 10 van de grootste constructiefouten gevonden die mensen ooit hebben gemaakt. Na het zien van deze fouten, waarvan sommige miljoenen dollars hebben gekost, zal je eigen fouten waarschijnlijk niet meer zo erg vinden. Ben jij nieuw op dit kanaal? Zorg ervoor dat je even abonneert met het belletje aan. En voordat we beginnen, doe ook even een duimpje omhoog. Nummer 10. Het Ryugyong Hotel, gelegen in Pyongyang, Noord-Korea, zou in 2013 al geopend moeten zijn. De bouw begon in 1987 en het doel was om het 330 meter hoge gebouw voor de Olympische Spelen klaar te hebben. Dit was echter niet gelukt en tot op de dag van vandaag is het 105 verdiepingen hoge gebouw het hoogste onvoltooide gebouw in de wereld. Hoewel het onduidelijk is wat er precies mis blijft gaan met het hotel, is het een bekend feit dat het hotel een ongelooflijk aantal van 3000 kamers herbergt. Het zou Noord-Korea meer dan 750 miljoen dollar hebben gekost om het tot een succes te maken. Het is dus erg zonde om zo'n groot iconisch gebouw midden in de stad te zien staan dat niet eens wordt gebruikt. Vind je ook niet? Nummer 9. De Toren van Pisa, of moeten we zeggen de scheve Toren van Pisa, is een van de grootste bouwfouten uit de geschiedenis. Maar de wereld is er dol op. De geschiedenis van de bouw gaat helemaal terug tot het jaar 1173. In de eerste paar jaren van de bouw ging alles zonder problemen. De fundering was gelegd, de eerste twee verdiepingen stonden, maar pas toen men aan de derde verdieping begon te werken, ging het fout. Het bouwwerk begon namelijk naar één kant te hellen. In 1185 werden talrijke pogingen ondernomen om het te herstellen, maar geen enkele werkte. Tegenwoordig weten we dat de fout vooral lag in de zachte grond waarop het gebouw staat. Dit is ook de reden waarom het daarna nog 200 jaar duurde om het te bouwen, totdat het in 1370 uiteindelijk klaar was. In 1995 werd er ontdekt dat de bouwfout groter was dan eerst gedacht. Het stond namelijk niet alleen scheef, maar ieder jaar beweegt het een beetje, waardoor er wordt gedacht dat het uiteindelijk om zal vallen. Nummer 8. De Walt Disney Hall is ontworpen door de beroemde ingenieur Frank Gehry en was bedoeld als een futuristisch wonder dat 's nachts kon gloeien. Toen het voor het eerst werd geopend in 2013 in Los Angeles, Californië, kreeg het veel lof. Maar deze glanzende buitenkant van roestvrij staal leidde echter tot de ondergang. Het bleek namelijk dat het roestvrij staal reflecterend was en dit zorgde ervoor dat het zonlicht weerkaatste op de omliggende gebouwen. Deze werden soms wel zo heet als 60 graden Celsius en het is dan ook niet gek dat mensen begonnen te klagen. In sommige gevallen leidde het zelfs tot rechtszaken. Nummer 7. Je zou denken dat het bouwen van militaire barakken in de vorm van een hakenkruis gemakkelijk te vermijden is, maar dat was het blijkbaar niet. Deze gebouwen staan op de marinebasis Coronado in Californië. De bouw ervan begon in de late jaren 60. Pas vele jaren later, toen mensen Google Maps begonnen te gebruiken, realiseerden mensen dat de gebouwen van bovenaf erg veel op een hakenkruis leek. De marine werd gedwongen het te veranderen. In 2010 besloten ze meer dan 14 miljoen dollar te besteden om er een plein van te maken. Maar toen ik besloot om een kijkje te nemen op Google Maps, zag ik dat de gebouwen er nog steeds in dezelfde formatie staan. Nummer 6. Als je naar de volgende foto kijkt, dan denk je waarschijnlijk dat deze treinrails is gefotoshopt. Maar nee, in september van 2010 werd het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland geraakt door een zware aardbeving. Deze aardbeving zorgde ervoor dat de gebouwen en andere dingen in de buurt die slecht waren ontworpen, gemakkelijk werden beschadigd. Veel mensen probeerden erachter te komen hoe de treinrail zo drastisch kon veranderen, maar niemand had hier echt een duidelijk antwoord op. Het blijft dus behoorlijk ongelooflijk hoe moeder natuur de treinrails er zo uit kon laten zien. Helaas kon ik niet vinden of ze de kapotte treinrails al hebben vervangen, maar ik neem aan dat de trein er gewoon weer door kan. Nummer 5. De Millennium Hangbrug, die zich over de rivier de Theems in Londen bevindt, wordt gezien als een van de grootste technische blunders aller tijden. De brug werd geopend op 10 juni van het jaar 2000 en was zo slecht gebouwd dat hij op de openingsdag meteen begon te wiebelen zodra mensen erop stapten.
voordat dit gebeurde werd de 320 meter lange brug gezien als een wonderlijk staaltje van ingenieurskunst. Op de openingsdag arriveerden duizenden mensen om het moment te vieren. De brug leek in eerste instantie in orde, maar toen meer mensen erop stapten, begon het opeens langzaam te wiebelen. Het wiebelen werd steeds heviger en ik moet er niet aan denken dat je midden op de brug vast komt te zitten terwijl iedereen veilig probeert over te steken. Het bleek dat de ingenieurs geen rekening hadden gehouden met het gewicht van duizenden mensen die zouden oversteken. De hangbrug werd dus gesloten, maar in februari van 2002 werd die weer geopend nadat ze het wiebelprobleem hadden opgelost. Nummer 4. De Mars Climate Orbiter was een ruimtevaartuig van NASA die in 1999 onbemand de ruimte inging en uiteindelijk in stukken brak. Dit kostte NASA een ongelofelijke $125 miljoen en dit allemaal vanwege een fout die gemakkelijk kon worden voorkomen. Het ruimtevaartuig werd naar Mars gestuurd om de planeet te bestuderen toen het plotseling opging in rook. Maar hoe kon dit gebeuren, vraag je je af? NASA werkte samen met een onderzoeksinstituut die het metrieke stelsel gebruikte voor meters en millimeters. Maar in de Verenigde Staten gebruiken ze inches, feet en pounds. Deze werden dus onjuist in een software geprogrammeerd wat ervoor zorgde dat het ruimtevaartuig werd vernietigd. De Mars Climate Orbiter wist het 10 maanden na lancering vol te houden, maar door de fout kwam het te dicht in de buurt van de atmosfeer van Mars. Nummer 3. Dubai staat bekend om zijn glamoureuze aard. Overal waar je kijkt zie je dure hotels, designerwinkels, herenhuizen en auto's die miljoenen dollars waard zijn. Maar Dubai was vooral trots op zijn kunstmatige eilanden dat lijkt op die van de landen van de wereld. Het was zo groot dat het naar verluid vanuit de ruimte kon worden gezien. Maar dat alles en de miljarden dollars die erin zijn gestoken was waarschijnlijk voor niks geweest. Deze eilanden met ontelbare luxe huizen en hotels waren bedoeld voor de rijkste mensen en konden alleen per boot worden bereikt. Ongeveer 70% zou zijn verkocht, maar na onderzoek werd er bekend dat de eilanden eigenlijk aan het zinken waren. De eilanden waren namelijk gemaakt van zand dat uit de oceaan werd gehaald. Nummer 2. Iedereen is vast wel bekend met het liefdesverhaal van Jack en Rose in de film Titanic. Deze film was gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de Titanic die op tragische wijze als een baksteen naar de bodem van de oceaan zonk nadat hij een ijsberg had geraakt op de vijfde dag van zijn reis. Voordat het schip op 14 april 1912 in zee werd gelaten, beweerden de bouwers dat het nooit zou zinken, ongeacht de omstandigheden op zee. Dit gebeurde helaas wel en de grootste reden hiervoor waren de waterdichte compartimenten. Deze waren namelijk niet gebouwd met de mogelijkheid dat het schip van onderen geraakt zou kunnen worden. Dus toen het schip een aanvaring met de ijsberg kreeg, zorgden minimaal 5 compartimenten ervoor dat het schip begon te zinken. Nummer 1. Bovenaan deze lijst staat Chernobyl. Hoe kan het ook anders? Deze tragische fout kostte honderden mensen hun leven en duizenden mensen die hun huizen moesten verlaten. De kernramp van Chernobyl vond plaats in 1986 in de Oekraïne en was te wijten aan een gebrekkig ontwerp en verwaarlozing door de mens. De reactor van Unit 4 werd door mensen bediend die niet voldoende waren opgeleid. Hierdoor explodeerde deze reactor van de kerncentrale en zorgde ervoor dat het hele gebied radioactief werd. Vandaag de dag zijn vele plekken nog steeds verboden toegang vanwege de radioactiviteit. En omdat er geen mensen meer wonen, is het hele gebied overgenomen door de natuur. De gebouwen staan er verlaten bij, maar volgens verschillende artikelen leven er wel een aantal dieren die er mogelijk gemuteerd uit kunnen zien door de radioactieve stoffen. Wat is de grootste fout die jij in je leven hebt gemaakt? Laat het me weten in de reacties. Als je het een interessante video vond, doe dan even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien die ik heb gemaakt? Klik er een aan op het scherm of neem een kijkje op het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.